Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOSAVO, heeft een workshop rond de Conventie voor de Rechten van Mensen met een Beperking, CRPD, gelaunched. CRPD, like said by the PAHO and WHO representative, was adopted by the United Nations in 2006 and came into effect in 2008. Its aim is to eliminate discrimination against persons with disabilities so that they enjoy full equality under the law. The CRPD challenged long-held belief about disability and how it should be treated in aid of the law and society and a world. The biggest barriers people with disabilities encounter are other people. Disability awareness means educating people regarding disabilities and giving people the knowledge required to carry out a job or task, thus separating good practice from poor. Minister Christine Polak gaf aan dat de regering de Verenigde Naties zeer erkentelijk is voor de waardevolle ondersteuning en samenwerking bij haar pogingen om de ontwikkeling van landen in alle facetten voort te stuwen. De minister vroeg aan de participanten om een kritische kijk te hebben op de huidige status van de kansen en het gelijkheidsbeginsel in het ontwikkelingsbeleid voor onze medeburgers met een beperking. Mensen met een beperking hebben dezelfde rechten als mensen zonder beperking. Neemt u dit gegeven goed mee de komende dagen in uw evaluatie. Tracht u vanuit uw instantie of uw organisatie de vraag te beantwoorden of wij als natie kunnen stellen dat deze stelling zichtbaar is in ons doen en denken. Waar staan we en waar willen we naartoe in de komende 2 tot 3 jaar? Het duurzame ontwikkelingsdoel SDG 10 streeft ernaar om tegen 2030 de sociale, economische en politieke integratie van iedereen te bevorderen, ongeacht hun leeftijd, geslacht, beperkingen, etniciteit, huidskleur, afkomst, geloofsovertuiging of economische status en hun gelijke kansen te verzekeren. Van u wordt gevraagd om in de voor u startende workshop een kritische kijk te hebben op de huidige status van de kansen en het gelijkheidsbeginsel in het ontwikkelingsbeleid voor onze medeburgers met een beperking. Diverse VN-vertegenwoordigers spraken het publiek toe en deelden vanuit hun perspectief en discipline hun visie rond de positie van mensen met een beperking. The government of Suriname makes a remarkable statement. Assuring the rights of persons living with disability are respected and observed. That they are part of the national development. Do you remember that the saying, it is better to teach a man how to fish than to give him a fish and feed him for one day? We in the United Nations believe that it is better to provide people the necessary tools to enable them to take care of themselves. We want everyone to have equal access to education, decent job, opportunities, health, and living conditions. Persons living with disabilities face many challenges, and it is up to us to make sure that their voices are heard. Met de workshop wordt de positie van Suriname in relatie tot de CRPD-doelstellingen geëvalueerd, waarna een duidelijk plan van aanpak met richtlijnen voor beleidsaanpassing zal worden gepresenteerd. De nieuwe ID-kaart, oftewel de elektronische ID-kaart, is door het ministerie van Binnenlandse Zaken gepresenteerd tijdens de DNA-workshop over de weg naar een digitale Surinaamse overheid, Government 2.0. Malvin Renfrum, beleidsadviseur ICT BISA,
heeft hierbij het ontstaan, de voordelen, de procedure en de processen in dit kader in grote lijnen aangegeven. Minister Mike Nushalim heeft samen met zijn ICT-team onder andere de technische onduidelijkheden vanuit de DNA-leden enigszins uit de wereld geholpen. Nou, de capaciteit die we hebben, halen we het wel om binnen de afzienbare tijd. You know, en moet ik direct ook onderstrepen dat het niet een... Want dat lezen we ook, dat er wordt gesteld dat het voor de verkiezing speciaal is om allerlei handelingen te plegen. Nou, als u hebt geluisterd goed, dan ziet u waarom het nu belangrijk is. En de capaciteit die we hebben als het gaat om printen, haal je het wel. Dat van 30 dagen heeft gewoon te maken met het feit dat je... een bepaalde kwaliteitsborging moet hebben. En jouw paspoort, die krijg je ook niet direct. Krijg je, ik dacht, na 4 tot 6 weken. Dus wat dat betreft is het op zich geen probleem. Onze huidige ID-kaart wordt in sommige landen als bewijs van legitimatie niet geaccepteerd. Het wordt gezien als een homemade card die geen beveiligingssysteem heeft. Om aan de internationale standaarden te kunnen voldoen, zijn wij als land genoodzaakt de verouderde ID-kaart te vervangen. De eID verschilt van de huidige ID-kaart omdat de persoonsgegevens door middel van een ingebouwde chip digitaal in de kaart worden opgeslagen. Daarnaast zullen ook biometrische gegevens in de kaart worden opgeslagen. Hierbij gaat het om het gezicht, gezichtsherkenning en om de afdrukken van de 10 vingers, vingerafdruk. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie beschikt sinds kort over een weegbrug. Deze is geplaatst te Peperpot in het district Kommewijnen. Lucretia Bildstro van afdeling Verkeer zegt dat zo een weegbrug van groot belang is om onder andere truckchauffeurs te dwingen zich te houden aan de voorgeschreven verkeersregels. Nou, recent is er een weegbrug aangelegd, de Oost-West-verbinding, te Peperpot. En waarom zo'n weegbrug? De max toegestaande aslast op onze wegen, of althans bepaalde wegen, is recent verhoogd van 8 ton per as naar 12 ton per as. En dan nog komt het voor dat de max toegestaande aslast wordt overschreden. Met zo'n weegbrug kunnen we dan controle uitoefenen. En kunnen we dan op de post, de Peperpot, dat is de eerste weegbrug die we hebben geplaatst, kan dan de aslast van een voertuig worden berekend of gecontroleerd. En indien, dus natuurlijk in samenwerking met de politie, indien de max toegestaande aslast is overschreden, kunnen er dan boetes volgen. Met het plaatsen van de eerste weegbrug in het district Kommewijnen is er een begin gemaakt met de ingebruikname van weegbruggen. In de toekomst zullen er meerdere weegbruggen worden geplaatst in de andere districten. Waar en wanneer ze geplaatst zullen worden is niet bekend, maar er volgen wel meer. Lucretia Bildstro legt uit hoe de weegbrug werkt. Speciaal voor de weegbrug is er een infostrook aangelegd ter plaatse. Het is de bedoeling dat het voertuig er gewoon over rijdt. En dan via het apparaat wordt de aslast bepaald. En alles wordt geregistreerd. Er komt zo'n printbonnetje uit 2 maal. De chauffeur krijgt er 1 en 1 blijft dan bij ons. Weggebruikers die het maximale van hun as overschrijden, zullen voor de gevolgen moeten instaan. Het overschrijden van de maximale toegestane aslast heeft gevolgen, waaronder boetes.